Yvette Hendriksen zag een unieke kans toen ze hoorde van Dennis Gouters openbaring dat hij niet oud wil worden. Voor haar vertegenwoordigde dit niet alleen een tragische bekentenis, maar ook een mogelijkheid om haar eigen leven te verlengen. Met haar nierfunctie die snel achteruit ging, slechts tussen de 12 en 14 procent functionerend, besloot Yvette actie te ondernemen. Als een vrouw van 57 jaar oud, al 30 jaar geleden een nier van haar moeder ontvangen hebbend, begreep ze de waarde van een tweede kans. Hoewel haar eerste transplantatie lang succesvol was, had ze nu dringend behoefte aan een nieuwe nier. Onderzoek in het Radboud UMC in Nijmegen bevestigde dat ze de operatie en het jaar van herstel goed zou kunnen doorstaan. Het was in februari, vlak na het bekend worden van Dennis' intenties, dat Yvette besloot hem een e-mail te sturen. Haar verzoek was duidelijk: mocht Dennis ooit zijn organen willen doneren, dan zou zij graag zijn nier ontvangen. Ze voelde medeleven voor zijn situatie. Maar geloofde ook sterk in het belang van orgaandonatie voor hen die het nodig hebben. Yvette begreep de gevoeligheid van het onderwerp en wilde Dennis niet tot last zijn. Ze hoopte echter dat mensen die zo'n moeilijke beslissing over hun leven nemen ook zouden overwegen hun organen te doneren aan anderen die nog graag verder zouden willen leven.